We doen bijna niks. Ja, we hebben een klein stukje gelopen. Ja. Dat wel. Het is extreem heet hier. We gaan nog even kijken of we die andere trail kunnen doen. Ja. Deze trail, zoals we net lieten zien, die was helaas gesloten. Nou, hopen dat die andere open is. Dan rijden we even naartoe. We zijn hier aangekomen bij een trail die wel geopend is. De Mangroves to Fruit Groves. Het gaat erom, we zijn niet de enigen die hier gekomen zijn om te vissen en te zwemmen. Een bepaald indianenvolk, Calusa en Tequesta. Die zijn hier door het vasteland voor heel veel visites. We gaan eventjes kijken in de trail. En je mag niet met de fiets de trail in. In ieder geval het eerste wildlife al gespot hoor. Een gele vlinder. Oh ja. Ik zie schaduw van nog meer vlinders. Ik vind een heel grappig, eenzaam gekleurd bloemetje. Nog steeds die vlinders hier. Maar stond er nou iets op dat er citrus hier... Waar stond dat er niet op? Ja, ik kon niet uitwijzen worden of dat hier was. Heel aparte bruine bomen. Met een bruinkleurige stam bedoel ik dan. Kijk, hè? Hele andere kleur dan de andere. Het was wel een beetje te verwachten. Muggen. Ik had er net al eentje op de arm zitten. Ik liep net al met hoofd door het spinnenweb. Insecten, daar ben ik niet zo heel erg van. Zeker niet van muggen. Maar we gaan de trail natuurlijk wel volledig aflopen. Liep hier net een gezin de andere kant op. Liep een jongetje bij van, ik denk 3, die had helemaal geen schoenen aan. Nou, dat is volgens mij toch niet echt heel erg nou, ik had hem laten zien. Prettig en hier. En, stenen en... Dit is het pad. Het is goed begaanbaar, daar niet van, maar het lijkt me niet heel erg lekker lopen dit. Oh shit. Als je nou even ging zitten. Een hele mooie vlinders. Ze gaan niet zitten. Ja. Hij leidt ons gewoon. We zijn hier bijna aangekomen bij A.G.'s Shaw's Farm, Key Largo. Dan valt mijn oog hier op deze boom. Nou, dat moet toch een Irma slachtoffer zijn, of niet? Ik kan het niet missen. Die is met veel geweld uit de grond gerukt, zo ziet het eruit. Hoe stopt het hier? Die mensen daarom weer teruggingen. Nee. Dit is gewoon riet, hè? Ja. Riet. Ja, hoe noem je het? Bamboe. Bamboe-achtig. This is the end of the trail.
Naar de mug? Ja. Waki Lago is your vacation destination. This island is just a stop for birds migrating to South America and the Caribbean. The Florida Keys are migrants trap where a large number of birds end up during their long migration, following their insect food source into the Keys. Nou, dat ga ik me niet meer voorstellen. Oeh, dit is allemaal van boompjes zijn. Zit nog niet wat aan. Ik weet ook niet of de bedoeling is dat je hier verder loopt. Ik denk, citrus, ja. Limoenen of iets dergelijks. Ja, ja, citrus zijn natuurlijk sinaasappels, citroenen, limoenen. Oh, ik heb een kraspan op mijn been. Maar van een mug, hè? Nou, nee, dat ik zei, dat ik zit. Nou, wat is de snelheid dat we hebben gelopen? 3 km/u. Zeker niet aardig. Het gevolg is alweer te zien. Het is ja. Heel, heel warm. Ik denk dat we maar weer terug gaan lopen onder de bomen. Dat is nog wat beter te doen dan hier in een open veld. Ja, dat doen we. En dan gaan we gauw terug naar de auto. Ja. Lekker die airco weer opzoeken. Ja, dan moeten we nog maar even kijken of wat we verder nog in Key Largo tegenkomen. Volg je? Ja. Dit was een trail met spinnenwerven aan het hoofd. Veel muggen. Loeiheet. Oh, we hebben het gedaan. We hebben het gedaan, inderdaad. En gauw terug naar de airco. Echt veel en veel te warm. We hebben net op de navigatie gezien dat hier op ongeveer 2 km verder een shopping center zit. Trade Wind Shopping Center. En aangezien we nou al even tijd hebben, want we moeten om ongeveer 2 uur moeten we vanuit hier weer vertrekken. Ja. Om naar de campus heen te gaan voor San en Kevin, om die weer op te halen. Gaan we daar lekker even naartoe. En het is 11:15, misschien dat we er even een broodje kunnen eten. Het zou wel fijn zijn. En eventjes niet lopen in de palle zon. Dat is wel heel prettig. Is volgens mij ook wel heel fijn. Ja. Ja. Hier, kijk eens op de spiegel. Daar. Ga jij mee? Oh, is een heel kleintje. Ja, is een kleintje. Moet hij er even afhalen voordat we gaan rijden? Of, Ik denk dat hij er wel heel voorzichtig af gaat. Ik zal heel voorzichtig naar achteren rijden. Ja, oké. Okay. Je ziet zijn hart gewoon klappen en zijn ribbenkast hier zitten. Naar een trail in Hatjesomer in Florida. Het was maar goed dat het niet zo'n lange trail nee, was. Nee, laten we het daarop houden. Misschien niet het allerbeste idee. Nee. Het is uiteindelijk niet de mal geworden waar we net langs reden, tenminste waar we het over hadden. Nou, we zitten hier bij McDonald's, we zitten heel iets verder bij die bij het winkelcentrum, kon je helemaal niet binnen zitten ergens. En aangezien we nogal bezweet zijn, het is wel een beetje airco. Hoewel het wordt nu iets minder, ja. Een beetje airco wel lekker. Om de kleine trek een klein beetje te stillen hebben een lekkere Frappuccino en een kleine burger. We kunnen natuurlijk niet te veel eten. Het is 11:15. Tenminste, half één. Dus, dit zal het nou, we kunnen wel veel eten, maar dat doen we niet. Het is even goed zo. Told you by Friday 3:00 to be up on what circle you're going to be a better player.
coach. I'm going to sign now and have a safe ride home. We'll see you in the morning. Helemaal alleen loopt ze daar. Ik denk dat ze Kevin aan het zoeken is. Sané! Wat is het? Wat is het? Wat is het? We hebben Sanne en Kevin net weer lekker opgehaald van de campus. Zijn nu eventjes op de hotelkamer. Sanne is lekker in bad. Kevin zit even bij het zwembad. Een beetje te relaxen. Was natuurlijk weer een pittige dag voor ze. Mijn voorstel, maar Marloes is heel eventjes weg, is om straks hier dicht in de buurt bij een Baiwai te gaan eten. Hebben we meer dan twee weken geleden op onze aankomstdag ook gehad. Voor mij blijft het altijd het beste restaurant hier met Chinees-Aziatische recepten. Dus wat mij betreft gaan we daarheen en ga ik zo eventjes overleggen. Op naar de Paiwai. Dat was de hotelmanager. Kom. Hallo, heb jij de autosleutels? Waar zou die school zijn? Heb jij? Oké. Kom mee. Ga je naar buiten. Vergeet je autosleutels. En dat is zeker niet de eerste keer. Maar op een of andere manier denk je, telefoon, heb ik mijn creditkaart, mijn andere betaalpasjes, mijn rijbewijs en zo in zitten. En dan vergeet je. Niet het allerbelangrijkste, maar zeker een heel belangrijk onderdeel, de autosleutels, anders kunnen we niet weg. Inmiddels aangekomen bij Paiwai. We hebben inmiddels onze plek gevonden bij Paiwai, ook al besteld. Even kijken wat we precies hebben besteld. De orange chicken bowl met rijst, 8 keer sushi en dat zijn dus de teriyaki crunch rolls. Dan hebben we een grote bowl. Een grote bak met wontonsoep. Vorige keer gaat het klein bakje, vond ik wel erg lekker. Daarnaast de pork rolls, oftewel de lumpia's. Dan hebben we de teriyaki bowl. Teriyaki vlees met bruine rijst. En dat is wat we besteld hebben. En natuurlijk allemaal drinken erbij. En inmiddels is het... De eerste is al gekomen. Dat zijn de crunch rolls. Dan is inmiddels alles gearriveerd. Dit is de wontonsoep. En die is wel heel erg lekker. Er zitten nog van die deeg met vleesballetjes. Wonton. Schelpjes, ik weet niet precies. Wonton, dat zijn wontons. Okay. Zit erin. Dan is dit de teriyaki chicken. Dit is de bruine rijst. Hier de pork rolls. Oftewel de... Verdelen dus, hè? Ja. Kevin die zet zijn hele bad al wel licht even, maar het niet eens klaar is. De pork rolls en uit als laatste de orange chicken met witte rijst. Eet smakelijk allemaal. Eet smakelijk. Eet smakelijk. Maar wat we doen, net zoals de vorige keer, we verdelen het gewoon samen. Dan hebben we samen van alles een beetje. We zijn inmiddels weer terug in het hotel nadat we heerlijk hebben gegeten bij Paiwai. Voor nu drinken wij nog lekker straks even een bakje koffie. Gaan Sanne en Kevin waarschijnlijk redelijk op tijd naar bed. Doen wij nog een drankje hier buiten bij het zwembad. We hebben Kevin en Sanne vanmorgen weggebracht naar de kamp. We zijn zelf naar Keylogger heen gereden. Ze hebben naar State Park heen geweest. State Park was aan zich hartstikke mooi. Alleen niet helemaal wat we zochten. De trail was leuk om gedaan te hebben, maar zat helemaal vol met muggen. Ja, daar kun je natuurlijk helemaal niks aan doen. Na State Park zijn we doorgereden in Keylogger. Om de buurt nog een klein beetje beter te verkennen. Rond een uur of twee
moesten we weer terug naar San en Kevin natuurlijk, want de basketbalkliniek duurde tot 3:30. Hebben we ze opgehaald. Vanavond heerlijk gegeten bij Pai Wai. En hierbij wil ik de video dan ook afsluiten. San en Kevin die gaan straks op tijd naar bed. Wij drinken lekker nog even wat bij het zwembad. En wederom hebben we een hele geslaagde dag in Florida gehad. Heb je je nog niet geabonneerd? Zou mooi zijn als je dat even doet. Wil je meer van ons zien? Abonneer dan even. Vind je dit een leuke video? Doe dan even een duimpje omhoog. Heel erg bedankt voor het kijken. En tot de volgende video.